Hallo, ik wil je graag laten zien hoe je met Git werkt. En dit is voor mijn nieuwe team programmeurs, de Jog Nanols, 2018, schooljaar 2018. En hoe Git werkt staat hier bij Git. Git is een versiebeheersysteem en die houdt de geschiedenis bij van alle veranderingen. Hoe je werkt met Git, dat zijn vier stappen. Je hebt een clone nodig, een add en commit om je verandering op te slaan, een push om je code te delen met de rest en een pool om jouw code te updaten met wat de rest heeft gedaan. Hier zie je dat in een plaatje. Op het internet, dit is onze website. Dan gaan we eerst onze website op onze harde schijf zetten met Git clone. Dan komt die op onze harde schijf. Als we dan een verandering hebben gedaan, dan doen we git admin all /. En dan een git commit -m en dan een berichtje. Dan hebben we een verandering een naam gegeven, een commit gemaakt. En met git push gaat dat weer naar de website toe. Heb je de GitHub al op je harde schijf staan, dan kun je dat updaten met een git pool. Ik ga dat nu laten zien. En ik ga dat laten zien aan de hand van het sprookje. We hebben nu al een sprookje op de GitHub staan. Dat ziet er nu zo uit. En waar het sprookje over gaat, maakt niet heel veel uit. Maar ik ga die stappen doen. Wat ik ga doen, ik ga de website eerst klonen. Dat is stap 1. Ik zal het ook even erbij pakken. Dan zet ik de documentatie netjes bij. Dan kun je gewoon mooi meelezen. Hier staat stap 1. Git clone. Klonen van de repo. Dit moeten we in een terminal typen. Nou, ik copy-paste dat gewoon. Hoppa, ik kopieer dat. Ik start een terminal. Ik plak hem. Enter. Nu is de GitHub op mijn harde schijf. Ik kan hem nu ook zien. Ik zal het laten zien. Kijk, daar staat hij. Hier, dit is hem. Jog Nanols. En nou moet ik ook in die map gaan. Dat doe ik zo. Met CD, dat betekent Change Directory of verander van map. Nu ben ik in de map van onze GitHub. Als ik ls doe, dat hoef je niet te onthouden, kan ik zien dat, daar is het sprookje. Mooi, ik ga het sprookje nu ook veranderen. Dus ik ga de map in, het sprookje verander ik. En ik ga nu een verandering doen. Maar nog liever was hij onder water aan het duiken. Dat vond zijn moeder maar raar. Hup, ik heb een verandering nu gemaakt. Ik save mijn bestand en ik sluit het. Nou, dan gaan we nu naar de volgende stap. Ik heb een verandering gemaakt. En nu ga ik dit doen. Git add spatie -all spatie /. En dan doe ik git commit -m en dan iets kei slims. Nou, daar maak ik nu van plotwending. Plotwending. Mooi. Nu staat op mijn harde schijf, staat hij wel, maar hij staat nog niet op de GitHub. Ik kan nu kijken naar het sprookje. Als ik refresh doe, zie je dat de oude tekst er nog staat. Logisch, want ik heb hem nog niet online gepusht. Dat ga ik nu doen. Git push. Het kan zijn dat je je wachtwoord deel moet geven hier. Ik hoef dat niet, want ik heb het ingesteld dat dat niet hoeft. Als ik nu op refresh doe, zie je dat de tekst is veranderd. Ik heb dus nu mijn code. En hier zie je ook de berichtje waar ik erbij heb, de commit message. Dus dat is mij gelukt. Nou, stel je eens voor, iemand anders doet wat. Ik doe dat nu even zelf. Ik ga nu de tekst veranderen op de GitHub zelf. Dat vond zijn moeder maar raar. Punt. Er was ook een meisjesdraak die geen vuur kon spuwen. Enter. Hop, nog een plotwending. Ik ga het hier ook zeggen. De commit message heet nog een wending. Nu is het sprookje online dus anders dan ik op mijn harde schijf heb. Als ik nu kijk naar sprookje, er staat hier nog niet met de meisjesdraak. Om dat te doen, moet ik de laatste stap doen. Git pool. Jouw code updaten met het werk van de rest. Dat doe ik dan nu. Ik doe git pool. Enter.
Dan gaat hij kijken, hey, is online wat veranderd? Ja, daar is online wat van. Sprookje is veranderd. Ik ga even kijken. Ja, daar staat de tekst. Kortom, het is me nu gelukt. Dus wat we hebben gedaan is, ik heb eerst van de GitHub, heb ik hem lokaal op mijn harde schijf gezet met git clone. Ik heb toen de tekst veranderd en daarna heb ik met admin-older.slash en git commit-m plotwending heb ik gezegd dat mijn verandering was. Toen heb ik dat gepusht zodat het online kwam. Toen heb ik online een verandering gedaan. En dan met git pool heb ik mijn harde schijfversie geüpdate. Nou, dit was mijn praatje over hoe Git werkt. En ik wens je nog een hele fijne dag. Doei!